Ik ben Helia Bande. Ik ben geboren in Iran en ik woon al heel lang in Nederland. We hebben een dansschool voor werelddans, dus het wordt verschillende danssoorten hier lesgegeven. Maar dat zijn allemaal verbonden met een werelddansen. We hebben flamenco, Afrikaanse dans, buikdansen en ook Perzische dans. Het is een middel, een soort tool waar ik dan mijn gevoelens kan uiten. En er is geen reden daarvoor, het is een gevoelsmatige iets. Allereerst, wat echt ontzettend mooi is aan Perzische dans, is dat er een hele zachte, romantische dans is met een karakter dat misschien iets spiritueler is. Het is een hele diepgaande soort dans. Wat heel belangrijk is in de Perzische dans is dat de armen zijn heel zacht, dus ze bewegen heel zacht. En ze zijn niet, je hebt geen harde bewegingen, maar juist echt de zachtheid van je arm en zachtheid van je beweging, dat is wat belangrijk is. Dus bijvoorbeeld deze is een hele zachte beweging. Of dit bijvoorbeeld is een hele zachte beweging. Ik dans nu al ongeveer 16 jaar. En ben ik ongeveer 10 jaar bezig als echt professionele Perzische klassieke danseres.